En ondertussen ben ik met Indy aan het bellen. Yo mensen, daar ben ik weer. Ik heb twee keer licht van hem daar. Yo. Yo. Indy heeft dus nu ook een vlogcamera, zoals je hier kunt zien. Yo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe weekvlog. Mijn naam is Floris en vandaag hebben we de 41ste weekvlog. En je zou vast wel denken, twee dingen. Waarom begin je op dinsdag en waarom heb je dezelfde trui en eigenlijk dezelfde outfit aan als dat je vorige week begin van de weekvlog had? Nou, vraag op de antwoord van mijn kleren is, deze trui zit gewoon super lekker. Die heb ik vorige week gehaald in een video. Staat in de beschrijving of het ietsje hierboven, dat is aan die kant volgens mij. En die is super lekker. En deze broek is mijn lievelingsbroek die ik nu aan heb. Dat is een zwarte, dus daarom heb ik die aan. Waarom ik op dinsdag begin? Ik had gisteren niet echt het moment kunnen vinden om zeg maar goed te beginnen met de vlog. Ik had het best wel druk. Ik had tot 4:50. En ik had ook nog huiswerk aan leren. Ik had namelijk deze week 4 proefwerken en een SO. En ik heb nu nog maar 2 proefwerken en een SO. Dus ik heb al 2 proefwerken gehad. Nu heb ik hier zo mijn boeken liggen. Die ik nog, wat ik ga doen. Oh, dan moet ik even bijdraaien. Daar ligt het boek wat ik zo meteen ga doen. En ondertussen ben ik met Indy aan het bellen. Ja, ik ben even lekker aan het bellen. En ik heb dus mijn telefoon achter mijn camera met een zaklamp. En tegelijkertijd ben ik ook nog eens met Indy aan het bellen. Dus het gaat super lekker. En zoals je hoort, mijn stem, ik sla af en toe een beetje over. Omdat ik best wel verkouden ben. Ik heb dus verkouden, last van mijn neus. Ik heb last van mijn linkeroor. En ik heb nog het halve corona. En ik had laatst een toets, dat was Engels, dat is 3 weken geleden, maar die meneer er was iets mee ziek of iets was er, waardoor hij niet na kon kijken. Dus hij had nagekeken, als je een 5,5 hebt, dus een 5,5, dan heb je zeg maar een voldoende. En als je daaronder hebt, dan heb je dus een onvoldoende. Nou, ik had een 5,4, terwijl ik supergoed geleerd had. Dus ja, daar baalde ik wel eventjes van, want ik vind Engels best lastig en ik leerde er altijd supergoed voor. En als je dan had je op het minst een 5,5 moeten halen, zeg maar, want dan was ik nog in ieder geval tevreden geweest. Want er stond er een voldoende in plaats van onvoldoende, terwijl het een 5,4 was. Dus het was 0,1. Als dat omhoog was gegaan, dan had ik een voldoende gehad. Nou ja, dat is natuurlijk balen, maar we gaan gewoon lekker door. Ik zie jullie zo meteen, want ik ga naar basketbal. Dus ik neem mijn camera mee. Mocht ik dus weer een goed moment hebben om te filmen, film ik even. En anders zie ik jullie daarna weer. Dames en heren, jongens en meisjes. Wij zijn aangekomen bij basketbal. En ik ga even naar binnen lopen en ik ga even kijken wie er precies allemaal zijn. En ik hoop dat het een beetje leuk wordt. Hallo! Oh, sorry. Nee! 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 Kom dan! Nee, maar ik is doe ook niet al in elkaar staan. Dit is Luca. Wie is dat eigenlijk? Wie is dat? Als je. Ja, die vlog. Nee, die vloggen. Hier. Ah! Ja, jongen. Ik moet vlassen, hij is Floris Jans, jongens. Mooi close, hè? Hier, Floris Jans. Mee naar het toilet. Toilet, joh. Jongens. Daar zit nog niet door, hè? Jongens, toiletvlog. Toiletvlog met Floris Jans. Oké, zoals jullie kunnen zien, ben ik alleen. Ik zal het jullie even showen. Dit zijn mijn spullen. We gaan even rond. En there's nobody. Hier zijn mijn spullen weer. We hebben net basketbal gehad en het ging op zich best lekker. Alleen op het einde kreeg ik een bal bij mijn borst. Toen ving ik hem. Alleen toen kreeg ik heel even een soort pijnsteek en geen lucht. Het ging het daarna wel weer. Ik dacht dat ik een klaplong had, want ik voelde hier en toen voelde het plat aan of zo. Dus ik dacht, wat had ik nog nooit gehad. Alleen, dat was dus niet. Dus ja. Nu ben ik helemaal alleen hier en iedereen is al naar huis. Ook mijn broer, want die woont naar huis, want die moest nog leren van een toets volgens mij. Dus ja, ik ga nu ook snel naar huis toe en dan ja, verder is het wel een fijne training hoor. Dus ik ga nu naar huis en dan zie ik jullie straks weer. Vandaag is het woensdag en ik heb vandaag al een drukke dag gehad. Het is op dit moment 11:30 eigenlijk en ik heb de hik, dus dat zal je nog wel even merken. Ik heb vandaag van 8:30 tot 4:50 les gehad en ging gewoon prima, was gewoon gezellig. Toen ben ik net thuis gekomen, heb ik even en dit heb ik eerst mijn laptop opgehaald en even een boek gehaald. Hier staat dus mijn laptop, hij doet het weer. Super.
Jezus, super chill. Oh, die hek is echt kut. En ik heb ook even nieuwe boeken gehaald, want ik moest een aantal boeken lezen voor eindexamen voor Nederlands. En dat heb ik volgend jaar, dus daar moeten we al nu mee beginnen. En nou, daar heb ik dus allemaal gedaan. Ik heb ook al huiswerk gemaakt en geleerd. Nu ga ik nog heel eventjes douchen. En als ik dan zo meteen gedoucht heb, ga ik dan naar buiten met Linty en Wesley. Dan ga ik daarna eten, warm eten. En dan ga ik daarna naar de vergadering van mijn tante. Dus ik eerst eventjes douchen. Dames en heren, jongens en meisjes, ondertussen ben ik gedoucht en ben ik buiten. Ik ben samen met Indy. Indy heeft dus nu ook een vlogcamera, zoals je hier kunt zien. Hij had eerst een hele grote, maar die had hij dus even in de leen. Die was niet van mij, die was van die was niet van hem, die was van zijn ouders. En nu heeft hij dus eentje zelf. En hij heeft al best wel wat gevlogd, zei hij vandaag. Dus ik kan niet super lang naar buiten, omdat ik om 7:10 binnen moet zijn. Het is nu 7:10 volgens mij. Nee. Wat? Oh jee. Maar in ieder geval... Ik moet dus zo meteen weer naar binnen, want over 20 minuutjes denk ik ongeveer. Want ik heb straks nog een vergadering en ik moet nog even eten. Dus vergadering? Echt, ja, voor carnaval. Oh hier? Ja, dat dus hebben we. Dus kun je vanavond zeggen, ik weet niet. Nou, vanavond weet ik niet. Ik weet niet hoe laat ik thuis ben. Kijk, als ik bijvoorbeeld om 9 uur... Als ik vorige keer toen als ook. Als ik om 9:30 thuis ben, dan kunnen we nog even GTA doen of vloggen. Dus ja. Maar ja, wij gaan hier eventjes, denk ik, even een rondje lopen of zo. Oh ja. En dan zien we het hoor. Yo mensen, daar ben ik weer. Ik heb 2 keer licht. Van hem daar. Yo. Van mezelf. Zoals je daar voor is. Fuck ja. Dat je het heel makkelijk ziet. Denk het maar, niet. Ik heb zojuist net mijn beelden verwijderd hebben gezien van de vlog die ik heb gemaakt gisteren en vandaag. Dus opnieuw beginnen. Yay. Lekker bezig, pikje. Yo. Ja, we lopen gewoon niet weg over een skit aan deze. Dit is een beetje de vlogception, zeg maar. Hoe wij vloggen is meestal gewoon zaklamp. En dit. Meestal zeg ik gewoon dingen random. Daarom... Ik vaak ook nog wel, maar nou, niet super vaak. Deze jongen heeft weer eens vreten gehad. Jongen. En mijn dag gaat zo snel, jongens, dat is niet normaal. Mijn dag gaat dus echt zo snel en ik heb het zo druk dat ik nu nog maar 7 minuutjes ongeveer heb, zeg maar 5 minuutjes voordat ik weer binnen moet zijn. Wat wel echt kut is, want we zijn echt net buiten. We zijn, zeg maar, dat subje hebben we net opgenomen een paar minuutjes geleden. Zijn we naar Appie binnen gegaan, hij heeft hier wat gehaald en nu zijn we buiten. En nu moet ik eigenlijk alweer naar binnen, want ik moet nog eten. En mijn neef komt me zo ophalen omdat we direct vergadering hebben voor carnaval. Dus ja, het is wel een heel druk programma. Maatje? Ja, ik zet hem ook aan. Oh, verkeerde hand. Ah shit. Bedankt jongen. Was gezellig. En, ja, zeker. Oh, waarom ik het ding zo? Oké, tot de volgende keer hoor. Ja, tot de volgende. Mijn vinger. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe dag. Vandaag is het de 14e en is het woensdag, of donderdag bedoel ik. Vandaag is dus donderdag en ik heb vandaag les gehad van 9:30 en ik moet snel zijn om een paar minuutjes moet ik gaan werken. Ik heb mijn haar weer even een keer naar rechts gedaan, omdat ik merkte daarvoor, is met de wind zeg maar, best wel stom. Dan gaat het helemaal omhoog en een beetje raar zitten. Dus ja, dat is heel vervelend en ik weet gewoon eigenlijk niet goed wat ik mijn haar aan moet. Als het kort is, dan zit mijn haar bovenop kort en is makkelijk. Maar als ik het lang is, dan is het naar voren makkelijk, maar zo vind ik het ook wel weer mooi dat het meer uitloopt naar de zijkant hier. Dus het is zo makkelijk, even nu doe ik het even zo, omdat ik het vervelende vind aan dit kapsel. Het enige is dat hij me aan mijn voorhoofd ziet en dat is super groot. En ja, super groot, het is wat groter dan normaal en dat vind ik zelf niet super mooi. Heel veel mensen zeggen dat het is, ja, dan ben je natuurlijk slim, veel hersenen. Nou, ik doe MAVO, dus je kan natuurlijk nog veel hoger niveau. Niet dat MAVO slecht is, want MAVO vind ik juist een goed niveau.
Het is juist goed als je dat doet. Alleen ja, het is gewoon even lastig. Laat even hier in de comments weten. Of ja, ik maak wel even een poll. Hierboven ergens, een van de twee kanten, maak ik wel even een poll. Dan kunnen jullie stemmen. Wat ik eerst had, dus dat is dit, zo'n foto met naar voren zeg maar. Of wat ik nu heb, dus gewoon zo naar rechts. Laat het even weten hier in de poll. En dan weet ik ook de feedback van jullie. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben al een tijdje thuis. En ik zit achter mijn bureau. En ik ben heel eventjes op dit moment nog even snel GTA aan het opstarten. Ik was dus net GTA aan het doen. Alleen, ja, en toen liep mijn laptop vast. Ik had dus mijn laptop laten repareren. Alleen op een of andere manier doet hij het dus weer niet helemaal goed. Dus moet ik heel eventjes hem nog terugbrengen. Ik wil sowieso, oké, daar ben ik, let's go. Ik wil morgen sowieso een GTA video opnemen. Dus dat ga ik eerst doen. En dan breng ik hem in het weekend dan een keertje weg. Ik denk zaterdagmiddag gewoon. En dan kan ik hem dan volgende week gewoon weer ophalen. Want ik moet ook nog een video editen. Dus dat moet ik eerst wel even allemaal regelen. En ondertussen ben ik een video van Wesley aan het kijken. Vriend van mij, heb je die nog niet gezien? Check even het linkje in de beschrijving. En dan ga ik gewoon heel eventjes door met GTA. Binnenkort komt er een GTA video online. Die wil ik dus morgen opnemen. En dan in het weekend editen. En ik moet nog mijn weekvlog editen. Wat ik nu dus aan het opnemen ben. Als ik dat geëdit heb en ik heb dat online staan. Dan kan ik mijn laptop wel bijbrengen. Want dan is het niet meer zo noodzakelijk. Maar ja, nu ga ik er heel eventjes mee verder. Ga ik zo meteen nog heel eventjes snel wat doornemen. Qua wat ik morgen moet kennen. Voor leerstof. Ik heb ook al geleerd, maar dat doe ik nog een keertje. En dan ga ik daarna slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is het einde van de vlog. Ik had vandaag een niet super nice schooldag. Want we hadden 8e op Valentijnsdag. En uiteindelijk hadden we ook nog een onverwachts SO. Dat hoeft je uiteindelijk niet te maken. Maar omdat heel veel kinderen dat niet wouden. Ik heb hem wel gemaakt en uiteindelijk kwam er 5 uit. Alleen mijn leraar zei, je kan beter de toetsen een paar keer vaker maken. Dan heb je inzet getoond. En dan uiteindelijk heb je een hoog cijfer. In plaats van dat je hem 1 keer maakt en een laag cijfer hebt en je leert er niks van. Dus ik had hem vorige keer gemaakt, had niemand de punt gekregen. Omdat hij niet zo goed was gemaakt. Nou had ik hem gemaakt, had ik 5. Dus dat is al processing, want de vorige keer had ik waarschijnlijk een 1 of zo. En nu ga ik hem dus volgende week weer maken. En dan heb ik al de antwoorden. Die heb ik niet bij, maar die weet ik een beetje in mijn hoofd. Omdat ik de antwoorden heb mogen zien. En dan ga ik proberen het beter te maken. Ik had een 8,2 voor mijn economie SO. Dus dat is prima. En het wordt nog wel eind van het jaar lastig met het kiezen. Want ik heb een natuurkunde pakket. En die moet ik dus kiezen. Met waarschijnlijk scheikunde. En ik ben nou in scheikunde natuurlijk niet goed. Ja, dan moet ik daarna ook nog andere dingen kiezen. Dus het wordt lastig. Nu ga ik nog heel eventjes snel. Want het is 5:15. Een GTA video opnemen. Daarna ga ik omkleden. Of spulletje pakken. En ga ik naar basketbal. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer hieronder op mijn kanaal. Klik dan ook even op het belletje. Om op de hoogte te blijven van al mijn video's. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later. Oh,